En dan denk je soms van, ah ja, ik kan naar mijn vrienden gaan of zo. En dan is het zo van, ah ja, nee, dat gaat niet. En dan krijg je zo precies iemand die op je schouders komt duwen en zegt van, nee, je moet hier blijven. De studio presenteert Hoor mij, een podcast met tieners van nu. Jonge pieps denken, doen en dromen, vaak onder de radar. Elke aflevering krijgt één van hen het woord in Hoor mij. Ik ben Selina, ik ben 17 jaar. Ik doe toneel als hobby en zingen. Ik heb 2 cavia's gekregen. Cavia's? Ja. Oké. Okay. Buddy en Sproet. Buddy is heel hyper en Sproet is heel zacht. Allee, je knuffelt graag. En was er een speciale gelegenheid waarom je die cavia's kreeg? Vooral nu, in deze coronatijd, omdat ik mij heel erg eenzaam voelde. En wat brengen die cavia's jou? Heel veel liefde vooral. Ze geven heel veel liefde, ze knuffelen heel graag. En heel speels. Ze doen trucjes, je leert ze van alles aan. Ze lopen soms al weg. Ze zijn al eens een paar keer ontsnapt uit de kooi. En ze geven jou veel liefde? Ja. Vooral Sproet komt tegen je nek aan liggen. En ze slapen daar. Als ze zich heel comfortabel voelen, vallen ze zelfs in slaap. Gewoon op je schoot of terwijl je bezig bent. En als ze op de grond liggen, zijn ze overal gewoon aan het springen. En je ziet ze heel blij zijn. Dus. En dan word jij ook blij? Ja. Oké. Okay. Je zei het dus een beetje tegen de eenzaamheid? Ja, ook... Ja, vooral tegen de eenzaamheid, omdat ik mijn vrienden niet meer zoveel mag zien. Met 1 knuffelcontact mag ik enkel mijn vriend zien. Dus ook mijn beste vrienden heb ik nu al een paar maanden niet meer gezien. Dus dat is wel redelijk hard. En echt niet meer gezien? Echt, ik heb die al 3 of 4 maanden niet meer gezien. Enkel via FaceTime of dat we dan zo eens berichten sturen. Of... Maar dat is heel moeilijk. En woont ze verder van jou? Of? Ja. Ze woont heel ver, een paar kilometer af. Toch een trein en dan een uur met de bus. Dat is wel lastig. Dus het is niet zo van, we kunnen eens even een wandeling maken of zo? Nee, dat gaat spijtig genoeg niet. Nee. Maar je hebt wel een vriend? Ja. Die woont eigenlijk ook heel ver. Die woont in Nederland. Oh. Maar juist over die grens, dus. Dat is nog ietsje dichter. Maar ook lastig om... Ook lastig om te zien. We kunnen elkaar enkel in de vakanties of in het weekend zien. Maar we sturen elke dag en we bellen ook. Dus. Kan je eens omschrijven hoe dat gevoel van eenzaamheid eruit ziet? Je weet niet goed wat je moet doen. Of allez, je verveelt je heel snel en dan denk je soms van, ah ja, ik kan naar mijn vrienden gaan of zo. En dan is het zo van, ah ja, nee, dat gaat niet. En dan krijg je zo... Precies iemand die op je schouders komt duwen en zegt van nee, je moet hier blijven. Dus dat is wel lastig. Dus je hebt het gevoel dat je naar beneden gedrukt wordt? Ja, een beetje. En wat doe je als je dat gevoel krijgt? Meestal pak ik mijn cavia's. Of 1 van de 2. En dan liggen ze gewoon een beetje of zet ik de ren op en dan lopen ze een beetje... Of dan bel ik mijn vrienden. Of dan spelen we een spelletje beneden met de Wii. Want we hebben een nieuw Wii-bakje gekregen voor mijn verjaardag. Dus nu zitten we heel vaak op de Wii. Dus er zijn wel wat oplossingen ter beschikking? Ja, er zijn wel een paar. Met dat lastig gevoel om te gaan? Ja, een paar. Maar ik zou toch liever mijn vrienden terug willen zien. Als je nu 1 ding zou moeten benoemen wat in die pandemie jouw leven heeft veranderd, wat is dat dan? Heel veel thuis zitten. Ik zat vroeger niet zoveel thuis. Mijn vriend heeft een hele vriendengroep en daar ging ik dan ook mee naar buiten. Dus, en dan gingen we elke vrijdag gaan drinken
op terrasjes. En dan gingen we gewoon over onze week. En dan gingen wij wandelen en dan gingen wij frietjes eten. Maar nu zit ik heel vaak thuis, alleen met mijn broertje en mijn zusje dan. Of bij mijn vriend thuis. Maar... Je zegt, ik ben echt heel veel thuis nu tegenwoordig. Ja. En je hebt daar je cavia's en je hebt daar je broer en je zus. Ja. Maar toch is er het gevoel van eenzaamheid. Ja, omdat ik ook... bijvoorbeeld met je ouders kan je niet over onderwerpen praten dat je met je vriendinnen wel praat. En om den duur, je ouders zullen denk ik ook wel eens even rust. Zeker als je 3 kinderen thuis hebt, dat is heel druk. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is voor de ouders voor eens gewoon even rust te hebben. En even niet te moeten hoeven te denken aan de kinderen. Dat ze ook eens even kunnen ontspannen. Want ik denk dat het ook wel heel vermoeiend is voor hun om dan te werken. En dan naar thuis komen met superdrukke kinderen. En die ook al een hele dag binnen zitten en schoolwerk. Hoe merk je dat dan in dat dat zwaar is? Ze kunnen zo wel lastig worden. Maar niet echt van, laat mij met rust. Maar zo dat je merkt dat ze zich niet zo... goed voelen en dat ze dan vooral sneller naar boven gaan of sneller naar buiten even wandelen en dat ze gewoon even stilte willen hebben. Zo merk ik dat bij mijn ouders. Dus je hebt te weinig leeftijdsgenoten waarmee je... Ja, eigenlijk wel, ja. Maar die zijn er wel op afstand, je kan ermee facetimen. Ja, dat gaat ook, maar zij hebben ook schoolwerk te doen, dus ze hebben ook niet altijd tijd om te sturen of zo. Bijvoorbeeld, mijn beste vriendin die heeft examens, mijn vriend ook, dus dan wil ik ze liever laten studeren, dus dat ze hun examens erdoor zijn, in plaats van ik dan iets zo nozel zegt of zo. Stel, ze zijn nu toch bezig met minder een examen of zo. Allee, of als ze met studeren, dan zitten ze in een goede concentratie en dan ben ik daar zo ineens van, hallo, aandacht, hallo. En dan is dat ook alles, want ik had dat ook zelf. Als ik aan het studeren ben en als er iemand aan mijn kamer binnenkomt of mij stuurt, want dan kan ik niet meer studeren en dan vergeet ik alles. Dus daarom wil ik ook dat niet sturen, omdat ik dan denk van, ah, wie weet, vergeten ze weer alles en zijn ze niet door op hun examen. En je weet dat van hen, dat ze dan ook gestoord zijn of dat ze dan... Ja. Dat zie je via de berichten dan soms van, ik kan nu niet, straks. Of zo van, nee, gewoon nee, stuurt mijn beste vrienden dan. En dan weet ik ook al dat het niet de tijd is voor te sturen. Zijn er dingen die de afgelopen tijd makkelijker zijn geworden of leuker zijn geworden? Ik weet nu veel meer over mezelf. Over mijn kledingstijl, welke dat ik mooi vind, welke dat ik niet mooi vind. Over ook mijn interesses. Ik ben veel meer over mijn interesses beginnen kijken. En ik ben mijn eigen zaak begonnen, ook in de quarantaine. Dus dat is ook wel... Tof dat ik nu ook iets anders te doen heb dan studeren enkel. Dus je hebt eigenlijk heel veel dingen over jezelf ontdekt. Ik heb heel veel dingen over mezelf ontdekt. En dan ook over andere mensen dan. Over mijn beste vriendin, die zegt dan ook van alles en nog wat van... Ik heb deze ontdekt van wat ik kan. Dus je ziet ook wel aan andere mensen dat ze meer zichzelf hebben gevonden en minder kijkt naar wat de andere mensen denken van hun. Ik weet dat er op elke school wel zo één groepje is die altijd vooroordelen, zal ik maar zeggen, over u heeft. En dan denk je daar zo aan van, ah nee, wacht, ik kan deze niet aandoen, want heel de school vindt dat niks. En dan nu dat je minder op school zit, denk je daar minder aan en dan begin je echt jezelf te uiten hoe dat je wilt. En begin je minder te denken aan de anderen, want die zijn er niet. Ja, dus er is een soort vrijheid ontstaan op dat vlak. Er is ook een soort vrijheid ontstaan, inderdaad. Vertel eens iets over die winkel die je bent begonnen. Het noemt Mystical Angels. Ik heb het eigenlijk met mijn beste vriendin opgericht. Want het kwam zomaar in mij op van, ik wil juweel maken. Waarom niet met mijn beste vriendin? Dat is eigenlijk perfect, want ik heb nu veel vrije tijd. Dus ik heb nu veel dingen.
dat ik kan maken of zo. En dan heb ik ook zo filmpjes opgezocht over hoe dat dan moest. En dan heb ik ook dingen gekregen van mijn ouders. En dat doe je samen met die vriendin die zo ver woont? Ja. Wij hebben dan zogezegd meetings online. En dan bellen wij elkaar en dan bespreken wij over de prijzen dat wij onze juwelen gaan geven. Over wat dat wij in principe gaan maken, wat onze nieuwe collectie gaat zijn. En zo'n dingen bespreken wij dan met elkaar. Echt een eigen business. Ja, kleine business. Kleine business, small business. Moet ergens beginnen. Ja. En dan nu, ik heb al twee mensen die iets hebben gekocht. Alright. Dus we zijn op gang. En ik heb tot nu toe nog geen klachten of zo gehoord van mensen. En er zijn echt al heel veel mensen die hebben gezegd, oh, dat ziet er eigenlijk echt kei leuk uit wat dat jij doet en zo. Dus. En dan nu ook, ik ben bezig met mijn nieuwe collectie voor LGBTQ. Omdat ook, ik ken heel veel mensen die nu uit de kast gekomen zijn. Dus vooral mijn beste vriendin is als biseksueel uitgekomen. Een van mijn beste vrienden van vroeger, die is ook nu, die heeft een vriendje. Dus daarom, ik vind dat wel heel belangrijk om die mensen zelf te steunen. Want wij weten soms niet waar dat die door moeten gaan of hoe dat hun situatie is thuis. En hoe zou dat komen dat die allemaal nu in deze periode uit de kast zijn gekomen? Misschien omdat ze zich veiliger voelden, omdat ze nu ook wat meer thuis zitten. En bijvoorbeeld op mijn school zag je niet kunnen uitkomen. Want ik zit op een school met heel veel mensen van de moslima. En dan een paar christelijke. En dus in die geloven mag dat niet. Dus, en dat vind ik ook wel heel spijtig, want ik weet dat er daarvan zijn die bijvoorbeeld biseksueel of lesbisch of zo zijn. En dat gewoon eigenlijk niet mogen van hun ouders en van hun geloof. En dat die ook soms echt uit het huis worden gezet omdat die een andere seksualiteit hebben. Een andere voorkeur voor seksualiteit. En hoe probeer je dat precies te doen om die te ondersteunen? Dus ik probeer dan armbandjes te maken in de vorm van vlaggen. Allee, in de vorm van de vlag, dus van de LGBTQ-vlag gewoon. De vlag van de biseksuele, de vlag van de panseksuele. Want het zijn eigenlijk zo kleuren. Bijvoorbeeld de gewone vlag van LGBTQ is eigenlijk gewoon de regenboog. Ja. En dan biseksueel is met roze en paars. En panseksueel is dan met blauw en roze en wit. En het zijn verschillende kleurtjes allemaal van elke seksualiteit. En die dan zo verkopen in armbandjes, in kettingjes, in orenbellen. Zo van die kleine dinges. Dat ze dan zeggen van... Alleen zo kleine hints geven als ze nog niet echt willen uitkomen als naar hun ouders. Dus. Wat brengt jou dat om zo echt iets te hebben waar je mee bezig kan zijn, waar je iets kan doen? Ik vind dat wel leuk, omdat ik dat dan in elkaar kan maken en zeggen van hier, alsjeblieft, ik heb dat gemaakt. Persoonlijk, met mijn eigen handen. Ik vind dat wel leuk. Omdat, ja, je hebt iets gecreëerd. Ja, ik heb iets gemaakt en mensen willen dat ook hebben. En dat is heel leuk om... En het kan horen. Ook iets betekenen voor andere mensen. Ja. Dat moet toch een goed gevoel geven. Ja, dus allee, dat onderdrukt het eenzame gevoel. Vooral dus. Daarom doe ik het ook. Omdat het mij wel minder eenzaam is. Omdat er ook echt mensen willen. Allee, mensen willen dat dan echt ook kopen. Dus. Als je nu in de toekomst kijkt, wat zie je dan? Goeie vraag. Ik denk persoonlijk zelf dat corona nooit niet echt gaat weggaan. Maar ik zie ons ook wel terug alles opengaan. Maar dan veiliger, dat mensen veiliger gaan zijn. Maar dan ook... veel voorzichtiger gaat zijn met elkaar. En ik denk ook niet als bijvoorbeeld, stel je voor, corona gaat... Ineens is het weg. Ik denk dat mensen ook niet direct elkaar gaan vastpakken omdat ze schrik gaan hebben dat ze iets gaan oplopen of zo door die corona. Ja, maar je ziet toch zoiets van... Het gaat zich niet helemaal herstellen. Mensen gaan nooit niet volledig weg zijn. Er gaan altijd wel mensen zijn die ziek ervan gaan zijn. Maar we moeten er gewoon mee kunnen leven. En als we daar dan al mee...
beginnen vooral nu de maatregelen goed te opvolgen, zal ik maar zeggen. Dan denk ik wel dat we binnenkort dan wel wat meer mensen samen mogen gaan en dat de avondklok weggaat. Dat dan terug de cafés of en de restaurants, dat we terug op een restaurant kunnen gaan. Maar dat we wel nog steeds voorzichtig moeten zijn. Dat we niet zomaar direct naar feestjes van 300 man kunnen gaan of vijven. Dat denk ik wel dat nog heel lang gaat duren voordat dat terug open gaat gaan. Als er nu één ding is dat je geleerd hebt uit de pandemie. Wat zou dat kunnen zijn? Dat je niet altijd op andere mensen moet rekenen voor blij te zijn. Want die mensen gaan er ook niet altijd zijn. Ze kunnen ook op een dag kunnen ze ineens weggaan of dat ze zelf hun eigen dromen achterna gaan. En dan soms kun je ze dan niet meer zien of gaat het heel moeilijk zijn. Dus moet je wel op jezelf kunnen letten en jezelf kunnen blij maken. Want je kan niet altijd zomaar somber of zo thuis zitten, rondlopen, niks doen. Dat gaat niet. Dus je hebt geleerd dat je vooral jezelf moet blij maken. Ja. Dat is mooi, toch? Ja, vind ik wel. En lukt het al een beetje? Ja, ik ben goed op weg. Dus ik vind wel wel. Oké. Maar ik ben hier alles aan het omstellen. Dat is helemaal niet. Oké, ik wil je bedanken voor dit gesprek, Selina. Dat is geen probleem. Hoor mij is een podcast van de studio in Antwerpen. Interviews door Ilse Cox, Johan Terijn en Robert Vervloed. Met muziek van Pudding OO. In de volgende aflevering hoor je Miller. Je hebt dan zo'n leger van monsters en wormen en hydra's. En moet je zo zorgen dat je bol zeg maar niet doodgaat. Heb je na het luisteren nood aan een gesprek? Neem contact op met Theo of Awel.